Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praten wij met een bekende Surinamer, Don Giel. Ook deze jongeman heeft zijn roem tot nu toe in Suriname verworven via social media. Namelijk door het maken van TikTok comedy filmpjes. We maken een kort babbeltje met Don Giel om te vertellen waarmee hij allemaal bezig is geweest in de afgelopen tijd. What we need is a little Q-Time. Don Giel, zo moet ik je noemen, heb ik begrepen. Vertel een beetje over jezelf, als het mag, no? Van wie moet het mogen? Ja. Het mag wel. Mijn echte is Argil Maria. Mijn artiestennaam is Don Giel. Oké. Don komt niet voor in mijn naam. Ik heb Don gewoon ergens gepakt. Dus Giel komt van Argil. Oké. Ik ben 24 jaar oud, volgende maand word ik 25. Ik ben meer bekend als een komiek. Oké, hoe lang ben je al bekend als een komiek? 5 jaar. Oké, okay. Hoe is het begonnen, je comedy carrière? Zo, op school, tussen mijn vrienden was ik altijd, niet altijd de leukste, vooral op school niet. Een lange tijd, daar gooi ik even een bom. Ik wil altijd mijn school eerst afmaken, zodat ik officieel kan starten met wat ik in mijn hoofd. Ja? Oké, dat is wel nice. Welke school heb je afgemaakt? IMEO. Oké, en wat had je in je hoofd? Wat waren je plannen toen je van het IMEO slaagde? Ik heb altijd opgekeken naar mijn vader. Ja. Mijn vader had zijn eigen baas. Mm-hmm. Vroeger, wanneer hij thuis kwam, even snel eten weer. Dan dacht ik van, oei. Wanneer ik ouder word, wil ik het ook druk hebben. Oké. Nu weet ik niet wat dat is. Ja. Maar ik zie de vruchten van zijn drukheid kunnen ervaren, dus ik heb naar hem opgekeken. Oké, dus dat was eigenlijk je droom. Maar je vader, ja, hij had het altijd druk, dat begrijp ik. Want soms als ik jou nu hoor praten, dan hoor ik soms mijn kinderen ook van, hey boy, je hebt het altijd druk. Maar zij klagen erbij, je hebt nooit tijd voor ons, je weet toch? Dat heb jij niet gezegd tegen je vader, nou of wel? Nee, zie je? Maar je ziet de vruchten wel van zijn drukheid, om het maar zo te zeggen. Maar wat deed hij? Mijn vader is ondernemer, hij houdt zich met buitenboord, onderdelen, ja. En dat is... Een beetje techniek. Oké, maar ja. Die richting, dat interesseert jou niet echt. Nee. Maar wel het feit dat hij het altijd druk heeft en eigenlijk ondernemer wilde zijn. Maar wat was je plan? Wat wilde je doen? Hoe wilde je eigenlijk in zijn voetsporen treden door het ook altijd druk te hebben? Zo. Ik dacht altijd van oké, ik ga mijn doorbraak maken door mezelf bekend te krijgen. Mm-hmm. En vind ik sneller mijn wegen naar wat ik wil doen, want nu ben ik ook ondernemer. Aan autoverhuur. Mm-hmm. Oké, dus dat wil zeggen, je bent wel op het juiste pad dat je voor jezelf had uitgezet. Maar je bent nu bekend eigenlijk meer om jouw comedy talent. Ja. En natuurlijk zijn de tijden ook veranderd, dus social media is jou gunstig gezind. Klopt. Ja, hoe is dat gestart met jou? Oké. Het begin wilde ik wilde eerst films maken. Ik had een soort movie gemaakt en we hadden een film voor vertellen. Oké, maar ik ben niet beroemd. Hoe ga ik mijn film promoten? En toen begon ik korte sketches te maken. En dat ging wel aardig goed. En na die filmvoorstelling ben ik gestopt, want ik heb mijn doel al bereikt. Maar mensen, ik kreeg altijd van nee, je moet doorgaan, je doet het goed. Oké, als de mensen erom vragen. Oké. Kan je een stukje van een filmpje of een stukje van je act voor ons doen nu? Oh. Of gaat het niet op commando? Dat we helemaal moeten gaan omtoveren met breken. Op die manier. Oké. Nee, dan moeten we gewoon een filmpje toevoegen aan dit interview. Oké, maar luister, je bent bekend in Suriname onder de jongeren, social media, eigenlijk als comediant, om het maar zo te zeggen, hè? Comedy acts.
Je wilde bekendheid, dat heb je in principe nu al een beetje gekregen. Wat wil je met deze bekendheid verder gaan doen? Wil je verder gaan ontplooien in de comedywereld? Jawel, van het jaar dacht ik eraan om officieel te starten met stand-up comedy. Oké. Helaas bleef het anders bepaald. Dus nou, je kan het natuurlijk ook wel zien dat je deze tijd moet nemen om je beter voor te bereiden op je eerste comedy entree. Zeker. Ja. Dus ik ga nu voor, ik heb die bekendheid al, dus ik ga nu voor stabiliteit. Oké. Hoe belangrijk is comedy in jouw leven? Heel belangrijk. Het doet me goed wanneer ik iemand kan laten lachen. Mm-hmm. Wanneer ik iemand help kan bezorgen. Dan ben ik automatisch ook blij. Oké. Dus dat is voor jou het belangrijkste, dat iemand plezier heeft. Mm-hmm. Oké. En als je nu jouw comedy act doet op TikTok, waarover praat je allemaal? Ik heb geen vaste. Ik praat over het leven. Vrouwen, mannen, kinderen, vader. Oké. Dan probeer ik het om te toeveren in iets grappigs. Oké, dus eigenlijk haal jij je inspiratie uit het dagelijks leven? Zeker. Oké. Jouw stand-up comedy entree, om het maar zo te doen, te noemen eventjes. Hoe zie je dat voor je? Hoe zou je dat willen gaan doen? Ik heb het eerder wel gedaan, mijn laatste keer op 1, 2, 3 januari in Italië. Mm-hmm. Maar ik had gepland om het van het jaar officieel te maken. Want ik deed het gewoon af en toe. Maar luister nou, 1, 2, 3 januari van 2020. Jawel. Dat klinkt al behoorlijk officieel hoor, dus niet zomaar tussendoor eventjes. Ja, klopt. Want ik ben iemand die me, ik schaamde me. Oké, dat geloof ik bijna niet, maar oké. Wat ik moet doen. Ik vind het altijd zo druk of dus in die live verwachten ze ook zo iemand. Maar nee, ik ben een serieuze grappenmaker. Je bent een serieuze grappenmaker. Oké. Hoe heb je het ervaren, 1, 2 en 3 januari in Thalia? Het was supergoed. Was het was er veel publiek aanwezig? Jawel, jawel. En hoe waren hun reacties? Comedy is makkelijk om te weten als het goed gaat of niet. Mm-hmm. Zodat de mensen lachen, dan weet je dat het goed gaat. Oké. Maar comedy is niet makkelijk hoor, ik kan je zeggen. Ik kan, weet je, vroeger als je klein bent, dan praat je met mensen en vriendjes en vriendinnetjes en zo en mensen om je heen. En dan probeer je een mop te vertellen, toch? Mijn moppen, niemand lachte om die moppen, maar ik vond het altijd erg. Maar het is niet makkelijk om grappig te zijn, laat me je zeggen. Uit ervaring praat ik hoor. Dus vanaf toen heb ik een soort van trauma overgehouden. Ik vertel geen moppen meer, want niemand lacht. Nobody gets the punchline en ik vertel het niet leuk genoeg dat iemand lacht. Dus dan eindig ik nu altijd met, oké, waarschijnlijk had je daar moeten zijn. Ja. Zeg maar dat je van God meekrijgt. Het is een talent, dat ben ik helemaal met je eens. Ja, klopt. En je hebt het inderdaad van God meegekregen. Maar goed, stand-up comedy is natuurlijk waar je naartoe wil, dat heb je al duidelijk gemaakt. Je hebt al een voorproefje gehad. Je bent ook ondernemer, dat heb je ook zelf verteld. Wat heeft corona voor jou betekend? Veel achteruit. Het is ook een beetje leren, oké, achteruit gaan in. Oké, maakte vaak spotjes voor evenementen en dat soort dingen. Af en toe wilde ik me bezig met kinderen of feestjes en dat soort dingen. Nu kan niemand feesten, evenementen worden niet gehouden. Dus inkomen heb ik niet meer. Maar aan de andere kant heeft het ook een voordeel. Ik ben op. Zeg het nog een keer. Je geluid valt soms weg. Je bent? Een optimist. Ja, van dingen in het dagelijks leven waarvan we dachten, ik heb geen tijd daarvoor. Ik ben alleen gefocust op geld. Het leven is meer dan dat. Je hebt niet tijd voor familie, vrienden. Ja. En dat soort dingen. En het ontwikkelen van je volgende stand-up comedy show. Goed, wat ga jij doen? Ga je wachten tot mensen weer naar het theater kunnen gaan en je show verder ontwikkelen? Of ga je
ook de digitale technologie gebruiken om je show te lanceren? Wat is je plan? Dat kan wel, maar dan moet ik het goed bestuderen. Maar ik wil niet iets doen. Ik doe het dagelijks al gratis. Mm-hmm. Ik wil dat voor de kost doen. Ik moet het van. Oké. Ja, je wil dus in principe ondernemer worden op dat gebied. Iets klopt. En je niet meer per se met andere dingen bezighouden, maar daarvan een living maken. Klopt, ja. Oké. Het is een mooi voornemen, je bent nog jong. Er is zoveel te doen nog in dit leven en zoveel te beleven. Dus ik weet zeker dat je altijd inspiratie zal blijven hebben om door te kunnen gaan, om materiaal te kunnen creëren. Zeker. Ja. Dus ik zou zeggen, heel erg veel succes. Je moet niet zeggen, je doet het nu voor gratis, want wat je nu doet, zorgt ervoor dat jij wat meer bekendheid kan krijgen. Dus, het is niet voor gratis, het heeft een doel. Ja. Ja, toch? Klopt, ja. Oké, is goed. Dan Gil, we gaan eventjes kijken wat jij allemaal op TikTok allemaal aan het uitspoken bent. En kijken als we inderdaad de mensen die jou niet kennen tot een fan kunnen maken. Zodat je in ieder geval tegen de tijd dat je weer opstart een grotere fanbase kan hebben. Amen. Ja? Oké, hartelijk bedankt voor het interview. Veel succes verder. Hartstikke dank. Oké, is goed. Stay safe. Bye. Doei. Tot zover dan onze jonge Surinaamse comediant Don Gil. Een jonge man met heel veel ambitie en grote dromen voor de toekomst. Hij heeft het al gezegd, corona, voor- en nadelen. Hij gaat proberen om de voordelen daarvan in zijn voordeel te laten werken op de lange termijn. Dus we kijken uit naar wat Don Gil allemaal nog meer in petto heeft voor ons de komende tijd. Bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time en tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV.